Huisvesting voor studenten schijnt in zowel de districten als in de stad een probleem te zijn. Parlementariërs willen dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in actie komt met korte termijn oplossingen. ABO-parlementariër Edgar Sampi wees de regering erop dat het internaat op Atjoni nog steeds niet open is. Van de onderwijsminister wil Sampi weten hoe lang dit nog zal duren. Ook NDP-parlementariër Ebbe Jones haalde aan dat het moeilijk is voor studenten van Nikeri om een verblijf te vinden in Paramaribo. Minister, hoe staat het met Atjoni internaat? De school is begonnen. Het internaat is niet open. De directeur bevindt zich momenteel in Paramaribo, omdat ze wegens ziekte voorlopig in Paramaribo moet blijven. Ze heeft geen vervanger. Het internaat blijft gesloten, voorzitter. Wat is uw snelle oplossing voor internaat, Atjoni, minister? Voorzitter, bent u op de hoogte, voorzitter, dat momenteel 11 Nigeriaanse jongeren die in Paramaribo moeten studeren aan de universiteit hun studie hebben moeten staken? En weet u waarom? Omdat ze geen verblijf hebben, voorzitter. We hebben een campusterrein bestemd voor deze studenten. En er waren meer. Gelukkig hebben we besloten om een huis te huren voor deze kinderen. Maar dit kan niet. Die overheid gaat niet nauw om met onderwijs. En vooral voor de mensen van Nigeria, voorzitter. NDP-parlementariër Rabinder Parmisser vroeg de regering in dezelfde vergadering het parlement omstandig te informeren over het verzoek van de Verenigde Staten aan Suriname om Afghanen op te vangen. Parmisser zegt dat als de Afghanen niet veilig zijn voor de Verenigde Staten, zij ook niet veilig zijn voor Suriname. De Amerikanen vinden deze Afghanen niet veilig genoeg om op hun eigen grondgebied toe te laten. Ik vind het heel erg dat zonder uitgebreide informatie naar ons, onze ambassade hierover inhoudelijk in gesprek is gegaan met de Amerikanen. De heer Schalkwijk is daarover uitgebreid in de media geweest. Voorzitter, eerst werd dit ontkend en later zegt de president zelf dat het om enkele gaat. Hoeveel? 4, 5, binnen welk kader gebeurt dit, voorzitter? Dit is een serieus onderwerp. Wanneer deze Afghanen niet veilig geacht worden voor de Amerikanen op hun grondgebied toegelaten te worden, wat bezielt ons om op ons grondgebied dat toe te laten? Binnen welk beleid past dit, voorzitter? In het kader van deze multi-etnisch, multiculturele samenleving moeten we met het toelaten, met het immigratiebeleid heel omzichtig omgaan, voorzitter. Wij wensen, wat dit onderwerp betreft, het heeft vele aspecten, voorzitter. Wij wensen dat de regering ons omstandig zo spoedig als mogelijk informeert. En tot dan zouden we geen enkele Afghaan wat door Amerika geweigerd wordt, hier moeten toestaan dat ze hier het land mogen binnenkomen, voorzitter. De DNA-leden spraken tijdens de openbare vergadering van afgelopen dinsdag.